l'orchestre du Mouvement Perpétuel. Trop sérieux s'abstenir, tout serait foutu, laisse-moi rire. Nos sacrifices, nos imbécilités, nos codes secrets, le chic et les prétentions. Un esprit formaté sur une vie étriquée et le cœur fauché. Et si on se souvenait du bonheur des détachés, pas d'idéal trop élevé, de la poésie juste osée, pourquoi pas tenir une certitude de la vie, passagèrement magnifique, pas besoin d'acte héroïque. On veut tous être quelqu'un de chouette, mais si ce n'était seulement pas avec cette tête, on voudrait tous être loin, mais surtout pas ici, et là encore moins. Précieux de la vie, un guet des enchantements, pas d'espoir extravagant. Pourquoi pas se rappeler de mille et une légèretés, trop sérieux s'abstenir, tout serait foutu, laisse-moi rire. Het orchestre du Mouvement Perpétuel. En een van de leden van dat orkest is hier bij ons, dat is Peter Buldink. Goedenavond. Ondanks de Franstalige naam ben jij een Oostendenaar. Ja. Hoe ben je aan die naam gekomen? Ja, dat hangt heel nauw samen met wat het project eigenlijk is. Het is een ontmoeting, vooral in de eerste plaats, van tussen een klassiek muzikus, een Argentijn, Argentijns pianist, Alejandro Petrasso, en mezelf. Ik noem mezelf nog altijd een popmuzikant, om het maar gemakkelijk te houden. En voor mij is die Mouvement Perpétuel, dat is die uitwisseling tussen twee totaal verschillende werelden en dan toch tot, tot iets komen wat toch homogeen klinkt. En hoewel de invloeden heel divers zijn. En ja, soms werken we met klassieke thema's, die ik dan ook elektronisch, die we elektronisch verwerken, waar dan op
geloopt wordt. Elektronica kan akoestisch klinken, een piano kan elektronisch bewerkt worden. Dat is die hele mouvement perpetueel. Ja, op die manier. Je zegt, ik ben popmuzikant, waar moeten we jou dan van kennen? Ik schrijf al toch al een tiental, vijftiental jaar nummers voor allerhande projecten. Voor mij is popmuzikant is alles wat tussen drie en vijf minuten duurt. En dat is om het simpel te houden, maar dat kan zowel met invloeden zijn van het Frans chanson, dat kan jazzy klinken, dat kan ook rock zijn, electro, maar ik noem een lied nog altijd iets wat minder dan vijf minuten duurt. Ja. 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 Deze cd is op een paar uitzonderingen na Franstalig. Uh-huh. Is dat speciaal bedoeld? Maar dat is eigenlijk gekomen omdat we het laatste jaar, precies een jaar geleden, hebben we de Biennale de la Chanson Française gewonnen, tot mijn eigen grote ontstentenis en verwondering. Het was een heel prestigieus concours hier in Brussel. En met als gevolg dat wij, zaten wij in die preselecties en ik had wel een paar Franse liedjes, maar toen we ook voor de halve finale en dan voor de finale geselecteerd waren, moest ik natuurlijk genoeg Franse teksten bijeenschrijven om daar ook nog onze prestatie te doen. En sindsdien hebben wij een 50, 60-tal optredens in Wallonië en Frankrijk kunnen doen. En het gaat voor. En nu is de eerste cd er. En het was logisch om die cd met het repertoire te maken dat we eigenlijk naar aanleiding van de Biennale geschreven hadden. Wij, maar jij schrijft de nummers. Ik schrijf de nummers en Alejandro is eigenlijk componeert op mijn liedjes. Hij componeert alle klassieke, alle akoestische stukken van het orkest. Heel rijk, heel verrijkend voor mij. Ik ben popmuzikant, begin met een paar akkoorden. Maar popmuzikant zeg je, maar dat is natuurlijk niet waar. Meestal heb ik een idee, een richting, een liedje. Akkoordenwisselingen, melodielijnen, thema's. En natuurlijk, dat moet die ongelooflijke verrijking, die vorm daarom is heel belangrijk. En met de klassiek muzikant werken is op dat vlak fantastisch. Gewoon. Ja. Hoe heb je hem ontmoet? Dat is mijn buurman. Ja. Wij wonen allebei in de bos. Ja, ik ga de straat niet vernoemen, maar het is een straat in Brussel. De collega's van Clara zullen die zeker kennen. Dat is Marta Argerich, de levende legende van de. Ja, die ik ook niet ken, hoor. Maar in de klassieke muziek, Piano Diva, de Argentijnse Piano Diva, die zich in die straat gevestigd heeft. En rond haar zijn daar een twintigtal klassieke pianisten komen wonen in haar kielzog. En ik ben daar toevallig beland, ik wist van niks. Maar toen ik merkte, de eerste avond op mijn appartement, dat ik omringd werd door pianoklanken, wist ik waar ik terecht gekomen was. En dus was de stap voor mij heel logisch om iets te proberen met een klassiek pianist. Want een klassiek pianist die met een popmuzikant samenwerkt, ja, maar hij heeft toch wel belangrijke dingen moeten doen. Toegevingen tegenover de klassieke muziek, denk je dan? Ja, maar ik denk niet dat hij dat erg vindt. Het is niet gemakkelijk om zo iemand te vinden. Een klassicus die de stap waagt naar de popmuziek, laat ons het maar noemen. Maar hij is zeer gefascineerd door alles wat disco, electro is. Hij had al met DJ's gewerkt ook, dus het was niet, hij was niet aan zijn proefstuk toe op dat vlak. Ja. Daar zit een snuifje Arno in, al was het maar omdat hij ook van Oostende afkomstig bent. Denk het. Een beetje bril, een beetje van alles en nog wat. Ja. Arno, ja, dat is anders. En Bril, dat zijn twee grote meneren, natuurlijk. Dus dat is een hele eer als mensen dat zeggen, dat erin zit. Oostende, dat accent. Ik denk als ik Frans zing, dat dat met